Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar jullie setups, want het is tijd voor aflevering nummer 17 van de multi-setups. We hebben vandaag weer twee mooie setups. We beginnen met de eerste setup, mijn mooie setup van 2020. Met een HP gaming laptop die alles aanstuurt. Met de Intel Core i7, 6 GB DDR4 RAM, 200 SSD, HDD en een 1050. Al met al best wel decent laptop, ja. Is van HP. HP Pavilion zie ik hier op het plaatje staan. Gewoon prima. Prima Intel Core'tje, 1050 natuurlijk. Het is al... Kijk, je hebt dan de 1600, was een soort van serie, de 20 en dan de 30. Een soort van drie generaties oud. Maar toch, je kan er echt nog wel prima dingen mee. Het is helemaal geen verkeerde laptop, maar zeker omdat je ook gewoon lekker mee kan nemen. Prima. Misschien is het uiteindelijk qua koeling wel fijner om een desktop te halen. Maar hiermee zou je toch nog wel even overweg moeten kunnen. Even kijken. Hij heeft... Oeh, dit ziet ook wel leuk uit. Heeft hij zelf gemaakt van oude onderdelen. Dus hij had een desktop, maar dit zal wel echt een desktop zijn die het echt kloot was. Die heeft hij denk ik allemaal vastgemaakt en dan is hij er met graffiti overheen gegaan of zo. Dat vind ik wel heel origineel. Nice, ik vind het... Ja, dit is echt iets waarvan ik denk van... Misschien was het mooier geweest als je bijvoorbeeld sommige delen had afgeplakt. Waardoor bijvoorbeeld een stukje van het moederbord hier nog wit was geweest. Maar weet je, dit vind ik op zich al echt wel een heel... Ja, gewoon leuk gedaan. Gewoon van je oude klote PC, weet ik veel. Ding uit de 1900, zoveel. Zoiets gemaakt. Nice, leuk gedaan. Hij heeft nog wat soort Funko Pops achter zijn setup. Zo, nog wat. Jezus, er zijn er best wel veel. Ik denk dus altijd dat Funko Pops best duur zijn. Volgens mij valt het best wel mee. Misschien dat hij een grote Fortnite fan is uit de Battle Royale kaart hier hangen. Leuk ingelijst, dit ook ingelijst. En deze ook ingelijst, maar hier is het wel een beetje gefaald. Een beetje maar. Voor de rest ziet het er leuk uit. Je had die Funko Pops en zo'n ding. Ja, PSN is Iontje 895 symbool toevoegen met zo'n leuk bordje. Ik vind het nice uitzien. Drie van die IKEA dingen hangen niet op de... Ligt het aan mij of hangen die dingen echt niet op dezelfde? Deze lijkt echt net echt wel een goede centimeter lager te hangen. Maar het... Ik judge niet. Oké, de foto's ging niet helemaal om de goede dingen, maar hij zegt nu, hoi Sander, hierbij mijn setup, ik ben 13 jaar oud en doe dit jaar 1 VMBOT. Ik gebruik mijn setup voor game, YouTube, kijken, editen, Photoshop en streamen. Heel jong iemand dus, 13 jaar. Ziet er echt wel leuk uit. We hadden dus laptopje net al wel gezien wat de specs waren. Powered en dual monitor met de laptop erbij. Triple monitor, dat is op zich wel nice. Je kan je gewoon je dingetjes, je Discord open hebben, heb je hier YouTube open, hier je vette game open, om maar even zo te noemen. Prima toetsenbordje ziet het eruit. Lijkt op dezelfde muismat als ik heb, denk ik, of niet. Geen idee, hier wat kabels heeft hij echt helemaal netjes zitten. Ziet er op de ogen, ziet er mooi uit. Dan wil ik zijn naam even weten. Kom nu in beeld, ziet er mooi uit. Close-up van de Funko Pops, kunnen we even kijken welke hij allemaal heeft. Dat is een Lion King, van Death. Hij heeft heel veel verschillende, van allemaal verschillende games. Twee van Marvel. Die zien echt heel erg hetzelfde uit, voor mijn gevoel, maar oké. De Spikkel Mommie, wel lachen, gewoon wat Funko Pops. Dat is toch een leuke verzameling of zo. Had ik dat vroeger? Nee, ik had dat niet echt. Nou, wel lachen. Even kijken, ik heb 2 keer Philips monitoren, weet niet welke. Er komt binnenkort nog een 174 Hz monitor. Ik denk dat die dan in het midden komt. Zijn muis is een Cooler Master CM310. Toetsenbord is een Cooler Master CK550. Muis, want het is een Cooler Master bla bla. Een Google Home Mini. En hij heeft een zelfgemaakt bureau. Mooi dat je dit compleet Cooler Master hebt. Kan je goed aansturen via je computer qua lichtjes. Hij heeft inderdaad 2 Philips monitoren. Deze heeft hij opgehangen, lijkt het. Google Home, dat is fucking chill. En hier nog een Philips schermpje. Die gaat dan denk ik naar de zijkant en dan de PC gaat... De PC, zijn laptop gaat ergens anders heen dan 144 Hz. Dat is lekker. Even kijken. Voor bovenaf ziet het er zo uit. Je ziet het al. Het is gewoon echt. Het ziet er echt netjes uit. Hij heeft hier nog een USB-dokje. En hier is het volgens mij om je telefoon in te zetten. Opgeruimd. Opgeruimd en netjes. Daar hou ik van. Een tafeltje met een stereo set en een Nintendo Switch. Een klein stereo setje volgens mij. Volgens mij hebben we echt... Wij hebben echt precies zo'n afstandsbediening ook altijd gehad. Nintendo Switch, dat is lekker. Ik zie nog een PlayStation controllertje en een Apple TV controller. Of afstandsbediening, hoe je het ook wil noemen. Apart. Zo, die cable management is echt wel netjes. Ik zie helemaal niks zo hier. Stoel, dit ziet eruit als een kutstoel, maar volgens mij is dit dus echt zo'n professionele, echt zo'n bureaustoel, weet je wel. Echt goeie. Die kan je waarschijnlijk tering chill instellen. Dus dit is echt een prima stoel. Dit is nog beter dan waar ik waarschijnlijk op zit. Dit kan je echt op iedere stand waarschijnlijk instellen. Correct me if I'm wrong.
Maar ik denk dat het heerlijk is. Oh, hij heeft nog wat lichtjes. Oké. Hij heeft hier achter een... Ja, je zou denken aan een lamp, maar het kan ook een ledschip zijn. Ben benieuwd. Hoop ik dat hij dat zo meteen zegt, want dit ziet er erg nice uit. Zeker omdat hij hier ook een kastje boven heeft. Dus een soort glow dat hij hem weer kaatst. Dat vind ik altijd heel mooi. Zijn keyboard heeft nog even een close-upje van. Mooie foto trouwens, die ring. Mooie close-up van gemaakt. En zijn muis ook nog even. Zit zo'n mooie RGB ding bij. Dat is lekker gedaan. Dat ziet er peripheral-wise perfect. Niks meer aan doen. Hij gebruikt twee headsets. Een AKGJ 500 wireless en een Trust. Wil ik upgraden voor een SteelSeries Artist 7. Ik zou dan... Oh, ik dacht, waarom ga je niet gewoon altijd voor de wireless? Maar ik zie nu, die heeft geen microfoon. Dit zanger daar ziet een beetje skeer uit. Die andere, ja, van Trust is ook geweldig. Hier krijgen we wel een iets betere look. Want ik zie nu, volgens mij is het Janik, want er hangt hier iets. Schuin dakje heeft hij prima gebruikt. Om hier kastjes boven, waardoor je inderdaad die glow hebt. Ja, dat ziet er op zich allemaal, het ziet allemaal netjes uit. Hier nog heel veel meer Funko Pops. Allemaal van 007. Nou, laat ik maar. Gewoon 007. James Bond dus. Lachen. Nou, hij heeft het hier even nog beter gezet. Wat is het allemaal? Nou, dit zijn allemaal James... Ik zou dus echt geen één karakter weten uit James Bond, terwijl ik ze bijna allemaal heb gezien voor mijn gevoel. Arcade. Alien nog ik. En nog iets. Nou ja. Leuke Funko Pops. Hier nog wat doosjes. Apple Watch. Magic Mouse. Apple fan. Ik denk niet allemaal van hem is, want ik heb niks gezien ervan. Maar hij verzamelt de doosjes in huis. Dat is ook leuk. Ik krijg hier een goede look op de cable management en het bureau. Die had hij dus zelf gemaakt. Ziet eruit als dus gewoon een plaat van IKEA met wat poten eronder. Dan heeft hij hier zo'n IKEA Signum Rack, als ik het goed zeg. De power stripper onder en vast. Want dat is heel slim trouwens. Want daardoor krijg je, als je de power stripper oplegt, heb je helemaal geen ruimte meer. Dus dit vind ik heel slim gedaan. Internet kan je ook eraan vast. Maar vind ik ook... dit vind ik echt fucking slim trouwens. Want ik had dus ook heel lang zo'n rek. Alleen ik had het probleem dat dan mijn powerbricks hadden dan aan. Dat was zo van, ja, nou ja, daar gaat het de hele ruimte van het rek. Maar als je inderdaad gewoon het er zo aan vastmaakt, dan... Dat is tering slim. Alle kabels echt fucking netjes hier in zo'n sleeve daarheen gedaan. Zeker met een portable computer, omdat je hem natuurlijk weg kan halen. Is het echt tering netjes. Even kijken, hier hadden we inderdaad de switch die we net ook al zagen. Die heeft sowieso aangesloten. Het kastje al net ook al gezien. De kabels krijgen we nog een side look. Hier ook mooi met dat straps omheen. Dit is echt... Wil jullie zien hoe cable management eruit moet zien? Op een simpele manier. Hij heeft alles op het rekje getiefd. En toch ziet het er goed uit, jongens. Zo simpel kan het. Hij heeft nog een printer met Apple TV. Waar wel wat stof op zit. Waarom zou je een printer op je kamer hebben? Printer, nice. Apple TV'tje, ook nice. Ik denk dat hij maar... Hij moet dan toch gewoon een HDMI splitter hebben bijna. Als je een Nintendo Switch, een Apple TV en een laptop. En ik zag een PlayStation controller. Zo zou je 4 ingangen hebben. Ach, wel boeien. En hij eindigt met een mooie Cooler Master, met een mooie zonnebril. Al met al, Janik, denk ik, anders komt de goede naam wel in beeld. Het ziet er echt uit als een mooie setup. We gaan even naar de overview en ik wil eigenlijk die met lampjes, want dat zag er cool uit. Deze, ja, erg mooie setup. De monitoren zouden dan hetgeen zijn, maar dat schrikt het meeste af voor mijn gevoel. Want voor de rest heb je echt, je peripherals zijn echt lekker. Laptop is echt gewoon decent. Je cable management tering goed. Je hebt een mooi bureau. Het schrikt heel erg af omdat zo'n Philips monitor, dit ziet er best wel raar omdat het zo wit is, weet je. Je ziet het echt. En daarom zou voor mij, nou ja, gaat dan een nieuwe monitor halen. Maar voor mij de voorkeur liggen bij Halen. Heel misschien zoals 2 nieuwe. Je had trouwens ook niet de beste koptelefoon, dus dat is ook wel een belangrijke. En ik denk dat je dus qua upgrades, wat je zelf al voorstelt, 2 hele goede dingen voorstelt. Namelijk een nieuwe monitor en een nieuwe koptelefoon. Ik hoef er eigenlijk niks over te zeggen. Dat zijn inderdaad de beste keuzes die je kan maken. Misschien daarna kijken naar een PC. Dat je dat toch wel wilt. Kijken wat, want dat is makkelijk te upgraden. Weet je, als ik nu in één keer denk van, oh, PC wordt traag. Ik flikker een nieuwe videokaart in om bij wijze van. En dat kan niet echt bij een laptop. Al met al, mooie setup. En dank je voor het insturen. Laten we snel doorgaan naar de tweede setup. Numero dos is de setup van Teun. Ik ben Teun, 14 jaar, sinds 4 maanden een nieuwe kamer. En dit is wat ik momenteel heb. Mijn setup gebruik ik eigenlijk alleen voor school en om te gamen. Ik ben dus ook geen streamer. Dus ik hoef denk ik ook geen webcam te verwachten. Wat mij echt meteen aansprak bij dit plaatje. En ja jongens, het is een fucking simpele setup. En ik zie niks bijzonders. Behalve dan dat er een relaxe sfeer hangt. En dat komt door die lamp met dat kleurtje en je achtergrond gecombineerd erbij en dat is opgeruimd. Ik krijg gewoon een heel relaxe sfeer van dit. Vaak zou ik dit soort setups met een laptop en een dingetje zo wegklikken, maar ik weet niet. Ik kreeg toch iets erbij en ik van,
nice. Bro, ik had de twee poten van IKEA en zelf een plank erbij gekocht. Een stoel is een Delta Gam en een RGB Gaming. Oké, een RGB Gaming Chair. Maar moet hij dan altijd... Zit er al een accu in of zo? Is dat niet handig? Wordt dan ook toch warm? Ziet er wel leuk uit. Moet ik heel ook toegeven, ziet er wel leuk uit. Prima bureautje, gewoon op twee van die houders gelegd waar je dan meuk op kan doen. Zoals hier een routertje zie ik al, wat afstandsbedieningjes en een Xbox One, weet ik veel wat. En hier die lamp zien we zo mooi. We gaan even doorklikken. Hier kan je het nog goed zien qua verlichting. Heb ik de Philips Hue lampen door mijn kamer. Ook een 5 meter lange ledstrip die rond zijn bureau zit. Philips Hue is echt magnifiek. Ook een ledstrip van Philips Hue, dat is zeker goede kwaliteit. Lampje hier zo. Ik heb zelf ondertussen ook Philips Hue gehaald. Daar heb ik geen video over gemaakt. Alleen ik heb ze gewoon in mijn plafondlampen gedaan. Maar even zo te doen. Want ik heb niet nergens op mijn kamer heb ik zo'n apart lampje. En daardoor doe ik er voor mijn gevoel veel te weinig mee. Weet je. Ik zeg het enige wat ik kan doen is zeggen. Google, doe de lampen aan. En dan gaan de lampen aan. Dat zien jullie bijna nauwelijks op kamer. Je zag dat het daar even iets meer gekleurd was. Maar... ja, veel meer doe ik eigenlijk niet. Maar ik moet nog allemaal een keer gaan instellen met Google Home. Maar dat komt wel een keer. Hey Google, de lampen mogen weer uit. Je kunt je verlichting bedienen door iets te zetten als zetlicht. Google is zo dom. Het is niet normaal. Oké, we gaan maar lekker door. Voor zijn cable management heeft hij die Signal gebruikt. En voornamelijk tie wraps. En kijk, en wat we hier zien. Veel minder dan net. En eigenlijk het punt is, vooral door dit. Want dit hangt gewoon... Ik hoop dat je hier naar kijkt, Teun, naar deze video. Want dan zie je hoe diegene de vorige setup heeft gedaan. Heel mooi dat we dit contrast nu zo zien. En hoe jij het dus nog zou kunnen aanpakken door je stekkerdoos met een tie wrap om je IKEA Signum Rack. Voor de rest, dit hier kan ik wel mee leven. Die had je ook nog bij elkaar kunnen doen met een clipje of zo. En deze... het misschien mooi is, ja, je hebt hier nog best wel wat kabels zitten die denk ik bij elkaar kunnen worden gedaan, maar niet zijn. Waardoor, zeg maar, net zag je ook dat die jongen had één slurf qua kabels zitten. Dat ziet er prima uit. Had dat hier ook gedaan, had er mooi uitgezien. Kleine tip dus. Hij had nog een mooie close-up gestuurd. Ja, dit is een mooie als je het gewoon even erop doet. Dat is ook gewoon wat netter. En dit ook, ja, dit dan met tie-ups, daar ben ik nooit echt een fan van. Maar had dan die andere kabeltjes of zo ook bijgepakt. Ja, ik weet niet, de kabels zijn denk ik allemaal net te kort. Dat is altijd heel irritant als iets te kort is. Maar ja. Toetsenbord is een Apple Magic Keyboard. Een muis is een Trust Kudos. Er zit te twijfelen of ik eventueel een mechanisch toetsenbord zou kopen. Ik weet niet of ik het nodig vind of ik niet game met mijn toetsenbord. Een muismat komt uit China. Een leuke RGB muismat met rechts een draadloos oplader voor mijn telefoon. Wow, dat was even heel veel. Die trustmuis, ja, ik ben er gewoon geen fan van, punt. Maar heeft hij nog AirPods, zie ik trouwens, toetsenbordje en een draadloos oplader. Nou, je wil graag een mechanisch toetsenbord kopen, maar je gamet niet. Eigenlijk is het... het ziet er altijd wel mooi uit. En bij mij ding ziet het ook heel mooi uit. Alleen, als ik erop terugkijk, ik game namelijk nooit op mijn computer. Had ik misschien toch beter kunnen kiezen voor... ik ga toch voor een ergonomische muis in combinatie met een toetsenbord dat... echt voor typen is gemaakt. En dan niet zo'n lelijk toetsenbord. Gewoon wel een soort... ja, niet een gaming toetsenbord. Wel een qua uitstraling mooi toetsenbord. Met RGB prima. Maar dat de toetsen meer zo waren gemaakt. Dat het lekkerder was. Dat het echt een goed type toetsenbord was. Ik weet niet hoe je dat zegt. Het misschien andere switches had. Ik weet niet precies waar dat allemaal mee te maken heeft. Maar die zijn er gewoon op de markt. En daar kan ik beter voor gaan. Dan voor een mechanisch gaming toetsenbord. Zeker als je van zo'n toetsenbord afkomt. Wat... nou, heel simpel is wat dat betreft. En zo'n muisje zou je bijvoorbeeld beter voor zo'n Logitech MX Master kunnen gaan. En dan in combinatie met zo'n zakelijk toetsenbord, noem ik het maar even. En dan die oplader van de muis, want daar zou ik niks meer aan doen. Headset stand, een Fantech RGB headset stand. Zo, mannen hebben een headset stand. En een oplader controller voor zo'n controller. Ja, dat snap ik zeker wel. Zeker met Xbox. Het was altijd batterij. Volgens mij hebben ze dat eindelijk een keer half vervangen. Of draadloos oplaadbare batterij. Ik was er nooit fan van. En hier nog een mooie stand met RGB. Een HyperX Cloud Stinger Core is zijn koptelefoon. Nog niet echt van gehoord. Ziet er heel raar uit, omdat hij hem ook niet op zijn hoofd heeft. Twee van die draadjes vind ik altijd zo leuk uitzien. Want dan kun je zo twee... Dat ziet er altijd op... dat vind ik altijd leuk uitzien. Maar ja, ik denk HyperX. Ja, ziet er echt uit. Het is een prima koptelefoon. Een mooi microfoontje die je eraf kan halen, denk ik. Dus dat is gewoon mooi. Hij heeft nog twee oude Logitech boxen. Ik bestuur ze via deze box. En ze doen het eigenlijk nog prima. Weet je, eigenlijk is met alle boxen zo die oud zijn. Wil je een keer een box hebben? Pak gewoon je oude boxen. Want die werken eigenlijk altijd. Een box die... je hebt boxen met echt kutkwaliteit. Maar als je ooit een keer gewoon een
degelijke box hebt gehaald, dat gaat niet zo snel kapot. Want je speelt niet altijd op vol volume. Dus zeker ook met zoiets, pak het gewoon lekker. Dit ziet er ook nog best wel clean uit. Ziet er niet smerig of zo uit. Dus dat is wel zeker chill als je die nog hebt. Hij heeft ook al een Google Nest. Het zijn heel populair de laatste tijd. Gewoon zo'n klein dingetje dat ze nog beroben liggen. Dat je gewoon zegt... Ik ga het maar niet zeggen, want dan moet ik het bliepen. Maar dat je dan dus gewoon dingen tegen dat ding zegt, zodat je muziek afspeelt. Ik had het bijna goed. Hij heeft namelijk een Xbox One S. Daar speelt hij waarschijnlijk gewoon voornamelijk zijn games, want dan zijn het al. Hij gamet niet. Weet je, ik kan wel zo'n hele tering discussie over Xbox en PlayStation gaan doen. Maar je haalt gewoon een PlayStation als je vrienden een PlayStation halen. En je haalt een Xbox als je vrienden een Xbox hebben. Punt. Weet je, ik heb dat altijd... Oh ja, en je haalt een gaming PC als je vrienden een gaming PC hebben. Dat is toch het enige wat fucking boeit voor mij. Maar ja, er zijn mensen die er altijd anders over denken. Gaan we eens even kijken wat hij gebruikt. Een Acer Chromebook via een HDMI-kabel. Deze is aangesloten op een monitor voor schooldoek. Alles via deze laptop. Hij heeft dus geen PC. Oké, deze Acer Chromebook ziet er echt uit als een complete rip-off van een fucking MacBook, zeg. Jezus. Dat is echt gras. Ik dacht, dit is een MacBook. Maar oké, gewoon een schoollaptop, ja. Als je niet aan editen doet, je deed niet aan streamen, weet je, dan is dit gewoon prima. En tuurlijk, je hebt dan liever een MacBook of een... Dat snappen we allemaal ook wel, maar hier kan je lekker mee overweg, denk ik. En dan zou ik inderdaad, wat jij ook eerder zegt, muis en toetsenbord upgraden dan je laptop. Hij heeft nog een USB-hubje achtergelegd. Dat is wel slim, zodat hij wat meer USB's heeft, zo naar de onderkant van zijn bureau gaat. Voor allemaal dingetjes. Ja, dat is gewoon slim gedaan. Hij heeft een goede monitor. Een MSI G24C 4 Curve monitor, 144 Hz. Ik gebruik deze om op te gamen en mijn schoolwerk op te doen. Heb dus als tweede scherm een laptop. Dat is echt helemaal slim. Kan hij lekker op zijn Xbox gamen. Ik weet niet hoeveel het profiteert van 144 Hz. Ga ik even niet op in, want ik heb gewoon geen idee. Maar dat is wel, wel degelijk. Zeker met het tweede schermpje van je laptop er dan bij. Kan je YouTube kijken, ondertussen lekker een beetje gamen. Dat is een mooie combi. Hij heeft zijn stoel nog hier zo neergezet. Dit is geen één kabel. Ik vind, moet je dit ding dus opladen of zo? Hoe de fuck werkt dat? Als je deze video kijkt, laat het even achter in de reacties, Teun. Ik ben benieuwd. Even kijken, we hebben nog de achterkant van zijn setup. Hij heeft nog een dingetje om zijn monitor zitten. Hierachter ziet het op zich redelijk. Kan beter, weet je, maar we kunnen ermee leven. Heeft er nog meer leuke dingen? Een ander deel van zijn kamer, die kledingkast met wat leuke dingen en schoolspullen. Eens even kijken, My Mood, Netflix en chill. Nice. Nog wat persoonlijke dingetjes erin, ja. Mooie kast. Hij is voor Ajax, dat vind ik minder. Maar ja, mooie kast. Nog een dikke unit van een tv trouwens. Nou, daar Netflix die waarschijnlijk op met een Nintendo Switch. Nice, zit hij waarschijnlijk gewoon vooral met vrienden op te gamen, denk ik dan. Anders had je Nintendo Switch daar niet neergezet. Toch? En hij zegt hier, dit is eigenlijk mijn tweede... Oh, hier. Jongen, echt alsof ik de toekomst lees. Nintendo Switch is eigenlijk mijn tweede gaming console. Ik gebruik het vooral als er vrienden komen. En dat snap ik volledig. Ik heb altijd met een Switch... Je hebt hem of bij je setup staan, omdat je ermee streamt. Of je hebt hem bij... Nee, of je hebt hem gewoon niet bij je setup staan. Want je gebruikt zo'n ding toch niet... Of ik spreek nu heel veel mensen tegen, maar je game toch niet in je eentje Mario Kart. Ja, dat klinkt echt heel lullig, maar ja, misschien als je in de trein zit en een Switch gebruikt om mee te nemen, zeg maar hoe de Switch een beetje bedoeld is. Maar je gaat ook niet in je eentje achter een tv zitten met die controletjes zo te gamen. Ik snap dat niet. Kan aan mij liggen, ik ben ook niet echt een Switcher, maar ik snap dat niet. Maar oké. Hij heeft nog een iPad waar hij soms serie op kijkt. Ze lekker op de verwarming. Kan ik niet helemaal aanraden. Maar ja, als het goed gaat, dan ga ik het ook niet afraden. Ik zou niet weten waarom hij trouwens niet op de tv zou kijken. Maar dat kan aan mij liggen. Al met al, Teun, ik vind het een mooie setup. Ik ben er blij van geworden. Behalve van de cable management. Daar komt wat mooier. Maar ja, mooie setup. Peripherals zou ik inderdaad als eerste upgraden. En dan zou ik inderdaad voor zakelijk, ik noem het even zakelijk, en niet gaming peripherals gaan, maar gewoon fijn. Gewoon vooral fijn, want je gamet toch niet op je PC. Of op je laptop. En daarna kan je misschien kijken naar een iets andere laptop, weet ik veel. Gewoon iets anders. En dit was hem dan. Dit was weer de laatste setup van vandaag. Willen jullie nog dat je setup bekijken? Stuur hem snel in. Ik doe tot en met aflevering nummer 20. Dus je hebt nog 18, 19 en 20 als aflevering om het in te sturen. Heb je je setup nou een paar keer ingestuurd, stuur hem dan niet nog een keer in, want ik ga niet nog kijken. Als ik eenmaal niet reageer, dan reageer ik gewoon niet, want vind ik setup of niet mooi genoeg, of de plaatjes niet goed, of wat dan ook. Ik wil je bedanken voor het kijken. Nou, een blauw duimpje, doe maar joh, doe je best. Tot de volgende keer. Houdoe.